Je bent wie je denkt dat je bent. En dat is even een doordenker. Je bent vandaag wie dat jij denkt dat je bent. Maar zijt je juist? Dat is maar de vraag. Wij zijn onwaarschijnlijk lang geconditioneerd geweest. Je bent geboren uit de schoot van je moeder. En vanaf die moment zijn je vader en je moeder of je opvoeders zijn jou van alles gaan imprinten. En ze hebben dat gedaan met de beste intenties. Vanuit hun concept, hun zelfbeeld. Welke meestal al is meegegeven van de stamcultuur erboven. Dan ben je naar de school gegaan. Je hebt gestudeerd. En ook de leerkrachten hadden een mening over jouw mogelijkheden, over jouw competenties, over wie en wat dat jij waard. En door de tijd ben je ook in ervaringen terechtgekomen. En ook die ervaringen hebben een invloed uitgeoefend op wie dat jij denkt dat je bent. Maar mogelijk bent je gewoon veel meer dan dat je denkt dat je bent. In ieder geval, je bent wie je denkt dat je bent. Dus ga jezelf eens een keer eruit vinden. Stel dat je mocht zijn wie dat je wilt zijn. Stel dat je de karaktereigenschappen kunt eigen maken die dat je werkelijk wilt leven. Stel dat je jezelf kunt opnieuw heruitvinden tot die nieuwe vorm. Wie zou je dan zijn? Wat zouden jouw kerneigenschappen zijn? Wat zouden je competenties zijn? Wat zou je attitude zijn? Hoe zou jij willen dat anderen jou beschrijven? Wel, leef het vandaag, want je bent wie je denkt dat je bent.